Functionarissen binnen de defensieorganisatie zullen onder een vergrootglas worden geplaatst. Defensieminister Krishna Kumari Mathura benadrukte gisteren voor de aanvang van de ministerraad aan journalisten dat de defensieorganisatie geen schade meer mag oplopen, omdat het bijzonder ongezond is voor het instituut. We zijn al een tijdje bezig. We gaan de militaire politie laten focussen op haar kerntaak. De militaire politie heeft natuurlijk de taak van immigratie nu, maar haar kerntaak is politie van militairen. Zorgen dat militairen conform de krijgstucht hun taak en verantwoordelijkheid op zich nemen. En dat gaat nu meer dan ooit aan de orde komen. We zullen ook kijken naar de handel en wandel van hoge officieren binnen het leger en dat aanpakken preventief, dat dit soort dingen niet meer gebeuren. Want kijk, je ziet soms aan mensen hun handel en wandel van dit is niet pluis. Maar wat we hebben is een zwijgplicht. We durven dingen niet aan de kaak te stellen. We durven dingen niet bespreekbaar te maken, waardoor dus die sociale controle, die valt weg. En wat je ziet is dat iets kleins iets groters wordt. Mathura zegt verder dat het vaak genoeg zo is dat de slappe aanpak ervoor heeft gezorgd dat deze situaties niet meer te corrigeren zijn, met alle gevolgen van dien. Het nieuws over de strafbare handelingen waarbij defensieambtenaren zijn betrokken is volgens de bewindsvrouw niet alleen imagoschade voor Suriname, maar wordt tenslotte ook buiten landsgrenzen besproken. Deze zaak van deze militair van 500 kilo is niet iets van één persoon. Het is een onderdeel en dit schaadt het imago ook van Suriname. Ja? Dus dit zijn we bezig echt op te pakken. En te professionaliseren ook dat de MP haar kerntaken gaat uitvoeren. Mathura benadrukte dat er ook moet worden gewerkt aan de erkenning van het leger. Als bewindsvrouw wil zij dat er wordt geïnvesteerd om het leger te professionaliseren. Er is recentelijk een evaluatie gemaakt van enkele operaties. De minister zegt dat de paraatheid van het leger nu centraal staat en de samenwerking met buitenlandse legereenheden om de vorming hiervan aan te scherpen ook op agenda is.